binnen het lectoraat wordt veel praktijkgericht onderzoek gedaan. Onderzoek wat direct van nut is voor de praktijk. Onderzoek wat zich richt op de waarde van de omgeving voor de verslavingszorg. Dat koppelen we heel nadrukkelijk aan opleidingen, zodat de student van nu weet hoe belangrijk het is om je te richten op de omgeving. En de student van nu is de professional voor de toekomst. Negen op de 10 mensen met verslavingsproblemen komen niet in beeld van de verslavingszorg. Heel vaak is er dan toch sprake van problematiek. Heeft de omgeving last van de problemen van de verslaafde persoon en het lectoraat wil gaan onderzoeken de mogelijkheden om die mensen toch in hulp te krijgen via de omgeving? Nou, het trieste is dat als je als verslaafde geïsoleerd wordt uit je omgeving, dat je totaal uit verbinding bent, terwijl je die verbinding juist zo hard nodig bent. Als kind had het gewoon een invloed dat er heel veel draaide om de verslaving van mijn moeder. Veel problemen. En daarin had ik betrokken moeten worden. En ik zeg moeten, omdat ik werd sowieso al belast. Maar nu werd er niks mee gedaan. En ik had misschien zelfs wel heel veel inzichten kunnen geven. Want ik zag precies wat het met mijn moeder deed. Je geeft om de mensen die om je heen zijn. En zij kunnen jou veel directer bereiken dan iemand die jou niet kent. We weten dat mensen in bepaalde situaties, in bepaalde contexten, in bepaalde omgevingen verslaafd kunnen worden. Het kan zijn omdat ze zich erg getraumatiseerd voelen, omdat ze veel psychische problematiek krijgen, omdat er veel ellende is. We weten ook op het moment dat die mensen dan in een andere omgeving worden geplaatst, in een ondersteunende, liefdevolle en warme omgeving, dat dan de verslavingsproblematiek veel minder wordt, heel vaak zelfs stopt. Mijn partner, ex-partner in dit geval, die reageerde alleen vanuit frustratie, woede, verdriet, machteloosheid. Wat heel begrijpelijk is, maar het helpt mij natuurlijk niet. Het integendeel, het joeg mij juist nog verder de verslaving in. Dat wat ik met mijn moeder deed, dat was fijn geweest als daar iemand die een professionele blik, kijker op had gehad, dat hij daar meer handvaart in had kunnen geven. Het heeft namelijk zo lang aangesukkeld voordat we kwamen waar we vandaag staan. Als je gezin gesteund wordt, en dat heeft een positieve uitwerking voor hunzelf, maar ook naar mij toe. Het heeft een wisselwerking. Wat met verslaving een rol speelt, is dat mensen te veel gericht zijn op het verslavende middel. Dat geldt voor de verslaafde persoon, maar dat geldt ook voor de omgeving. Wat je daar door de tijd heen ziet, is dat mensen allerlei belonende dingen, zoals lol in het werk, met het gezin, uitgaan, vrije tijdsbesteding, verwaarloosd men. Want naast de ellende, naast de moeilijkheden en de worstelingen, waren er ook heel veel goede dingen. En die moet je gaan versterken om uiteindelijk dat probleem sterker aan te gaan. En wat wij nu in feite vanuit die gedragseconomie en een community reinforcement approach willen gaan doen, is in feite die belonende activiteiten terugpakken. Heel basaal, heel simpel, doe weer de leuke dingen die niet te maken hebben met die alcohol of drugs. Waardoor je in feite die alcohol of drugs wegdrukt. In gezamenlijkheid. Samen sta je sterker.